Hallo en welkom in een nieuwe Technect-aflevering. Mijn naam is Magali de Reu en wekelijks nodig ik een ondernemer hier bij mij uit. Vandaag heb ik Jeroen Breken van de Leiding bij mij zitten. Uh, een zeer boeiend verhaal, maar ik ga hem vooral zelf aan het woord laten. Welkom Jeroen. Hallo. Bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Um, vertel mij eens: wat is de leiding? Dat heeft niks met management te maken. Hè? Nee, dat heeft alles met uh, leidingen, met waterleidingen te maken vooral. De leiding is een CVBA, is een sociale onderneming die we hebben opgericht om de drankvoorziening um, op evenementen en in horeca te verduurzamen. Ja. Uh, en daarbij focussen we eigenlijk vooral op wat dat we ontdekt hebben, wat het simpelste uh, stuk is daarvan van de verduurzaming van drankvoorziening en dat is water. <lacht> Smakelijk. <lacht> um. En hoe ben jij, want je, hebt, je doet dat niet alleen, je hebt ook co-founders. Hoe, mm -hmm. heb, hoe hebben jullie dat, wie uh, zit erbij en hoe zijn jullie op dat idee ja. gekomen? Goh, ik kom eigenlijk uit de muzieksector. Ik heb lang in en nog een stukje in de muzieksector gewerkt. Zowel, ik, heb zelf, ik heb management van artiesten gedaan, ja. en met artiesten op de baan geweest. Ik organiseer ook al heel lang een festival in Gent, de Boomtown Festival. En binnen dat festival zijn wij in 2012, 2013, beginnen experimenteren met allerlei dingen van hoe kunnen we ons festival duurzamer maken. Um, en in die zoektocht zijn we terechtgekomen bij ja, een van de belangrijkste dingen van het festival: alles wat er rond de bar gebeurt en, ja. en het serveren van drank. En daar hebben wij in een experimenteel project zelf een hele een duurzame bar gebouwd, waar, waarin we alles wat er op dat moment bestond van duurzame technieken en inzichten hebben gecombineerd om de meest duurzame bar ooit te bouwen. We hebben dat ook echt gedaan: die bar bestaat ook. De Boombar heette die bar. Uh, waar we warmterecuperatie in hebben gestoken en ja. um, batterijvoeding en off-grid elektriciteit Daar hebben in de pest gehaald, hè? Ja, ja, daar hebben we ja. best wel wat aandacht mee gekregen. Um, en uh, in die bar hebben we ook, zijn we toen ook al begonnen met, het met het, uh, die barring aan de waterleiding en zowel voor platwater, spuitwater als voor limonades te mengen op ter plaatse gebruiken we leidingwater. Mm -hmm. um, en toen die bar er was, de reacties daarop waren heel enthousiast. Veel mensen zeiden ja, ah, leuk. En veel mensen zeiden ja, je moet 20 van die bars maken. Je moet een bedrijf beginnen en twintig ja, van die ja, ja. bars maken. En dan, dan heb je een bedrijf, want dan kan je die bars allemaal verhuren of zo. Um, en zo zijn we eigenlijk aan de oefening begonnen van oké, okay, kunnen we met wat we geleerd hebben uit dit project inderdaad een nieuw bedrijf starten? Um, en dan hebben we daar al redelijk lang over gedaan, omdat we vrij snel hadden ge ge gevonden van Zo'n bar verhuren dat lijkt wel een tof idee, dat is ook een tof idee, maar dat is niet zo simpel. En in de economische realiteit van een festival, waar er ook sponsors zijn en drankproducenten die meer logistieke steun voorzien en zo, is dat niet zo simpel. Dus we moeten verder zoeken naar ja, wat zijn dingen waar we wel zouden kunnen inbreken in het bestaande systeem ja. om het te veranderen. Um, en het eindresultaat van die zoektocht is eigenlijk het eerste businessplan van de leiding geweest. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja. als je zegt bij, wie zijn dat dan? Wel, uh, zoals gezegd, zijn we begonnen met een aantal mensen binnen het, binnen het festival. Ja. We hebben dat ook niet alleen gedaan. Dat onderzoeksproject, daar is ook de Hogeschool Gent, de KU Leuven ja. bij betrokken geweest, Faris, de Watermaatschappij, dus een aantal bedrijven en instellingen hebben mee dat onderzoek gevoerd. En in de loop van dat onderzoeksproject, um, ja zijn er wat mensen mee aan boord gekomen, die uh, vanuit verschillende hoeken... En heb ik ook een aantal mensen gezocht om, om, als het moment daar was van nu gaan we dat bedrijf echt starten, um, om mee eigenlijk als oprichter erin te stappen. Omdat, ik kom uit de festivalwereld, ik ken daar veel van. Ik ben, um, hoe zeg je dat, ik kan alles en, en niks. Ik ben zo in heel veel geïnteresseerd. Ik ben een generalist, denk ik, of zoiets, ja. hoe, hoe noemen ze dat? Um, en ik heb eigenlijk bewust gezocht naar, naar iemand die uh, het drankending en de drankensector heel goed kende. Iemand die ik heb leren kennen uh, in, de, in de festivalsector. Iemand die vroeger bij Coca-Cola werkte en ook voor Spadel heeft gewerkt. Iemand die nog een stukje ouder is dan ik en ervarener daarin. Um, die heb ik gevraagd, die was daar al een tijdje weg uit de drankenindustrie, gevraagd van ja, wil, je, wil jij daarmee, want we hebben veel contact gehad in de loop van dat onderzoeksproject en gevraagd van wil jij daar mee oprichten? En die heeft daar direct ja op gezegd. En ik heb dan anderzijds ook een oude jeugdvriend opgesnort die, die uh, op de hoogte was van alles wat investeren en financiering van sociale ondernemingen was. Die een tijd gewerkt heeft voor een aantal investeringsfondsen, vooral voor een aantal ...impact-investeringsfondsen, onder andere SI2 Fund, het, het, uh, een van de fondsen die, uh, van Piet uit. Ja. En met die mensen, en dan nog, ik vergeet nog iemand, um, nog een, on, de, onze jongste medeoprichter, de jonge architect die mede Boomba had gedesignd. Met die drie andere mensen wist ik van, oké, okay, het marketing en het marktstuk... Ze dus hebben daar het heel is, bewust naar mensen eigenlijk op zoek gegaan die over die domeinen meer wisten ja, dan Ja, dat ik het financiële, het marketingding en het technische ding, dat dat allemaal zo wat mee in, bij de oprichters zat. Omdat ja. ik kan al die dingen ook, allee, ik ben al heel lang zelfstandige en ondernemer, ik heb lang een café gehad, ik kan, ja. die, ik kan die dingen wel, maar dit was toch nog wel iets anders. Um, en dan had ik wel het idee van, ik heb, ik heb die mensen, of dat soort mensen echt nodig, anders begin ik er niet aan. En het was ook een test van, willen die mensen die redelijk Traffen, die redelijk ja, wel, wel hooggeprofileerde mensen zijn, vind ik. zijn die zo gek om daar mee in te stappen? Want het is een moeilijk. Het is geen evident nee. idee wat we doen. Um Willen die dat doen? En dat was voor mijn eerste check: van, als die mensen dat niet willen doen, moet ik misschien nog eens nadenken of ik het wel ga doen. En als ik uh, terugblik naar die co-founder die bij Coca-Cola heeft gewerkt, is dat ook iemand die mee de PETFlessen, dat had je voor het interview gezegd. Hè? Ja. Dat is iemand die mee de PETflessen op de markt heeft gebracht? Oh, dat is iemand die, die effectief mee in de beleidslijnen heeft uitgestippeld in de periode dat Coca-Cola inderdaad bijvoorbeeld beslist heeft om, om voor. Uh, de event, uh, het formaat dat ze op events gaan gebruiken, dat dat inderdaad naar pet is gegaan, wat we dus nu overal zien. Dus hij heeft het klimaat zien. mee naar de. Uh. Ja, hij heeft, hij, hij, is inderdaad, hij heeft inderdaad een stuk mee die beslissing genomen, die een yeah. die, die combinatie is geweest van marketingbeslissingen en commerciële beslissingen. En, maar waar, waarvan ondertussen duidelijk is, en dat is voor ons allemaal duidelijk, en ik denk voor iedereen wel stilaan duidelijk, dat dat een beslissing is die we moeten terugdraaien. Hè. De, maar als ik het goed begrijp, voor de kijkers en de luisteraars thuis ook, of onderweg, <laughs> Jullie produceren leidingwater, of jullie nemen van een leidingwater en zorgen ervoor dat dat drinkbaar water wordt. Wat is het concreet product of de service die jullie aanbieden? Ja. Dus wat wij, wat wij eigenlijk willen, is dat, dat in België en nadien ook in veel andere landen mensen stoppen met flessenwater te kopen. Omdat flessenwater een verpakking inhoudt en vooral ook transport van water inhoudt. In België worden er miljoenen kilometers gereden om water te transporteren. Terwijl dat water gewoon uit de leiding komt en eigenlijk gewoon via de zwaartekracht naar ons wordt getransporteerd. Dat is belachelijk dus vind je? Dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk totaal onzinnig. Ja. Um, en wat dat wij aanbieden zijn de tools en de diensten om op in een professionele context, horeca of, of events, om dat op een deftige manier te serveren. Hè. Okay, dus ja. wij zeggen niet dat, dat, dat wij leidingwater drinkbaar maken, want leidingwater is perfect drinkbaar. Je kan perfect van de kraan drinken thuis ja. en je moet dat vooral doen. Hè. Dat is ook goedkoper trouwens. Dus dat ja. Is, dat is, uh, um, maar ja, wij thuis wij, hebben een Brita. Ja, Britta. Dus, uh, ja, of is, is het zelf niet nodig? Je kan hem eens maken met je neutraliseren filter. Dat is ook niet verkeerd. Maar het leidingwater zoals het is is, heel drink, is is perfect drinkbaar. Is van heel goede kwaliteit in dit stuk van de wereld. Um, maar om dat goed te kunnen serveren, daarmee bedoelen we dat dat gekoeld is. Dat je dat op een gemakkelijke manier in glas kan gieten op piekmomenten. En dat je daar bubbels in kan steken om, om uh, bruisend water te maken. Daarvoor heb je wel wat materiaal nodig. En dat is eigenlijk ons verdienmodel zit in het aanbieden, in het verkopen en het verhuren van dat materiaal. Ja, de service. Ja. Ja. Dus de, de machines, de watertaps om water te koelen um, en uh, al of niet te carboniseren, zodat het spuitwater wordt. Um, en dan als kleine aanvulling ook um, de mogelijkheid om het te mengen met siropen, zodat je zelf limonade kan maken. Want wat veel mensen niet beseffen is dat. Ook in, uh, in uh, of het nu Coca cola of, of, het maakt niet uit welke softdrink is, 85% daarvan is ook water. Dus als je een vrachtwagen ziet rijden met softdrinks, dan moet je weten dat 85% van die vrachtwagen gevuld is met leidingwater trouwens, want dat is de grondstof van uh, die softdrinks. Dus uh, het is natuurlijk een beetje absurd dat we in deze tijden van, van energie en mobiliteitsproblemen ja. en klimaatissues, uh, water gaan transporteren in limonade, terwijl je dat perfect ter plaatse kan mengen op de plaats waar je het nodig hebt. Ik vermoed dat jullie klanten vooral de horeca sector, evenementen dan uh, en zo zijn. Um, genieten jullie momenteel veel tractie of in welke fase zitten jullie nu? Goh, um, de, we komen een beetje uit de evenementensector en we vinden evenementen ook heel belangrijk, omdat dat een, een, een uh, sector is die ons ja. heel veel exposure kan geven, denken we. Ja, en jullie um, routes ook een beetje, niet dus. zo? Ja, het zijn onze routes. we kennen die. En dat is ook wat we als eerste ding gedaan hebben. Afgelopen zomer in 2018 hebben we. Tien festivals gezocht, die trouwens ook mee aandeelhouder zijn geworden. Dus ja. die, mee, die een aandeel hebben gekocht van onze onderneming. En die als aandeelhouder mee, uh, eigenlijk mee de, de, de start hebben mogelijk gemaakt. Um, en beginkapitaal hebben voorzien waarmee we onze eerste toestellen hebben gekocht. Die we dan ook op die tien festivals hebben gebruikt. Dus ja. dat, dat is het eerste wat we gedaan hebben. Um, en na de zomer uh, zijn we gestart dus met, het, uh, met die vuuractiviteiten op punt te stellen. Om daar echt mee de markt op te kunnen gaan van de evenementenmarkt. En ook uh, de markt van horeca, waar we toestellen verkopen aan cafés, restaurants of alle mogelijke plekken waar gegeten en gedronken wordt. Ja. Um, en um, op dit moment denk ik dat we kunnen zeggen dat we eigenlijk best veel, allee, sneller dan voorzien, uh, tractie krijgen. Um, ja, we hadden eigenlijk het niet, zo, niet, niet kunnen of durven bedenken dat de omstandigheden en de thema's die momenteel leven bij de mensen en die in de pers zijn enzovoort, rond heel het klimaatdebat, ons enorm helpen en steeds meer mensen hebben wel door van ja we moeten iets doen en ja. hetgeen wij aanbieden is, is iets dat heel makkelijk is. is iets dat heel, laagdrempelig. Heel, ja, ja het is, het is laagdrempelig, het is, um, het is ook technisch redelijk simpel en financieel businesswise voor een horeca uitbater is het eigenlijk een no-brainer in de zin dat, hij, dat het hem uh, eigenlijk niks kost, misschien uh, financieel niks uitmaakt of misschien zelfs beter uitkomt. Ja. Dus dit is een voorbeeld van um, een maatregel die je kan nemen om Iets te doen aan het klimaatprobleem, die, waarbij niet de vraag is wie gaat dat betalen, maar waarbij de, de situatie zelf is: dit brengt mij op. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Denk je dat we. Om even, want dat is onlosmakelijk verbonden met jullie start-up, het uh, topic van klimaat naar boven te halen. Denk je dat. ...er te veel gespuit wordt bij de regering en de overheid? Zo van, ja, maar um, de klimaatproblematiek dat brengt toch wel een kost. Wie gaat dat betalen? Denk je dat daar te veel wordt op gefocust... ...in plaats van te kijken naar welke bestaande middelen... ...en welke eenvoudige, laagdrempelige initiatieven... Mm -hmm. ...zoals dat van jullie net een winst in enige vorm kan opleveren? Ja. Allee, de vraag wie, wie bepaalde maatregelen gaat betalen... ...is uiteraard volledig terecht, uh, want sommige dingen gaan ook geld kosten. Maar ik vind het inderdaad jammer dat het totaalplaatje niet wordt bekeken. En met ja. totaalplaatje bedoel ik één. Laat ons kijken naar dingen die geen geld kosten. En er zijn er zelf, inderdaad, zoals wat wij doen, die geld opbrengen. Dat is natuurlijk helemaal goed, dat is een win-win uh, op alle gebied. Um, en het totaalplaatje, daarmee bedoel ik ook, laat ons eens kijken wat het gaat kosten als we niks doen. Ja. Want er zijn heel veel dingen aan het verkeerd lopen. En als we verder doen zoals we bezig zijn, de kosten om om, om te gaan. Uh, met de klimaatverandering gaan heel, ook heel hoog oplopen. Dus ja. ja, we moeten dat debat heel eerlijk voeren en uh, het is niet of-of, het is van inderdaad wie gaat dat betalen en laat ons ook kijken uh, wie, dat er, um, wie, wie het gaat betalen als we het gewoon ja. laten mislopen. Ja, ja. En bij de vraag wie het gaat betalen, moeten we ook kijken wie verdient er nu geld aan bepaalde dingen die we moeten omvormen, dus wie kan er misschien mee investeren. En ik denk dat we daar, dat, dat alleen zal lukken als er een brede coalitie komt van, van uh, allez, en de bevolking, en ondernemers, en de overheid, we gaan dat samen moeten doen. En er moet een klimaatwet aan of... komen, vind jij? Ik denk wel dat het logisch is, dat ja. dat inderdaad wettelijk verankerd wordt. Ja, ja. 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 Dus um, jij bent een van die mensen die dan mee met de betoging achter Anuna loopt, of trek je het niet zo ver? Oh, ja, ik ben, ik ben effectief wel al een paar keer naar de klimaatmarsen ja. geweest, ja. ja. Dat is, het is niet mijn gewoonte om te gaan betogen of zo. Nee. Het was geleden van mijn studententijd, wat en... toch al lang geleden is. Ja. Het ligt je zo na aan het hart dat je, dat je toch wel zegt van... ik Zet mij daarachter, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja, ik denk dat wel dat dat, dat, uh, dat belangrijk is. En het is ook... Uh, ik geloof ook wel... hetgene er nu aan het gebeuren is... is uh, ik heb zelf geen kinderen, maar wat, er, wat ik zie gebeuren bij, bij mensen rond mij, is, is dat er... Uh, ja, het wordt een ding aan de keukentafel. En ik denk dat dat gewoon... Een, een, de keukentafel is de ideale plaats voor nieuwe ideeën. Ja. En, uh, wat er nu gebeurt is dat jonge mensen en ouders uh, gaan inspireren en gaan beïnvloeden aan de keukentafel. En dat is gewoon een ongelooflijk sterk wapen. Ja. Dat, dat, dat is echt een momentum dat we, dat we moeten aangrijpen allemaal. Ja. Um, en wij hebben ook bewust mee de, de Sign for My Future oproep mee ondertekend. Fijt, ja. Wij zijn een van de mini-bedrijfjes, want dat ja. zijn een paar heel grote bedrijven die dat ook. Niet alleen bedrijven, ook middenveldsorganisaties enzo. Maar wij zijn dus een van de mini-ondernemingen die dat ook mee heeft ondertekend. En ik heb er ook geen minuut over getwijfeld om dat te doen, omdat dat net, een, dit is, dat is net ook een coalitie van uh, bedrijven, uh, belangenorganisaties, uh, middenveldorganisaties, milieuorganisaties, om te zeggen van het is, niet, het is niet, de bedrijven zijn slecht en hebben het allemaal verkloot en die gaan het redden. En zo simpel is het niet. Hè? Het, is, het is hyper ingewikkeld. Dus het gaat ook alleen maar gaan als iedereen ja. mee nadenkt en mee, en, en mee investeert. Ja. Hoe, wat denk je dat, uh, vanuit de overheid en dan in samenwerking met ondernemingen zoals die van jullie, um, wat de eerste stap nu is? Wat is er, moet er nu direct op de agenda? Uh, welk hoogste agendapunt moet nu direct. Goh, dat is een moeilijke vraag. Goh, ik denk dat het heel belangrijk is dat, er, um, dat, dat uh, wat we allemaal weten, namelijk dat, de kosten, dat bepaalde milieukosten niet ja. worden doorgerekend. Alleen, als we daar al mee zouden beginnen voordat we beginnen denken aan ingewikkelde fiscale koterij, maar als gewoon zouden we denken van we gaan effectief de milieukosten van bepaalde dingen uh, effectief doorrekenen, hè, dat de vervuiler echt betaalt, of dat toch een stuk in die richting opschuiven, um, dan denk ik dat we al een hele stap zouden ja. zijn. Um, want er zijn een aantal dingen die nu qua prijs, dat weet iedereen, die niet kloppen, um, die te goedkoop of te duur zijn. Um, en ik denk, moesten we de juiste kosten doorrekenen, uh, dat, dat, we, dat, dat je al heel veel verandering zou zien. Zodra jullie zouden doorbreken op grote schaal, um, wat denk je dat de verliezen zullen zijn voor bedrijven zoals een Coca-Cola? Um, of denk je, hoop je daarmee samen te werken? Wat is Goh. daarin de, de ambitie? Ja, ik denk, uh, allee, ik geloof heel hard, anders zou ik het niet doen, dat, dat we effectief uh, veel op termijn, dat onze ideeën echt wel ja, op een grote schaal gaan doorbreken. Ik denk niet dat wij dat alleen gaan doen. We gaan wel bondgenoten. Allee, er zijn al bondgenoten en er gaan er nog opduiken. Um, maar en ik ben ook overtuigd dat uh, de bedrijven die nu een stuk van het probleem vormen, of, of het probleem mee hebben gecreëerd voor een stuk, ja, gaan moeten mee veranderen. En diegenen die het niet gaan doen, gaan het gewoon niet halen. Ja. Um, en ik ben daar niet naïef in. Dat gaat morgen niet gebeuren. Maar ik denk wel. Alleen ik weet zeker, de grote bedrijven, de drankproducenten die nu veel. Um, plastic verpakkingen en zo produceren, die weten even goed als iedereen dat dat, niet ga, dat, nee, nee. Dat, dat, dat dat niet zo kan blijven duren. Het is alleen niet zo makkelijk natuurlijk om zo'n een, een grote industrie en, en uh, zo'n grote setup heel, zo rap rap om te turnen. Um, maar ze weten dat wel. En de vraag wordt ik was gesteld, van ja, wat ga je doen als, als Coca-Cola morgen aan je deur staat om, om, om samen te werken of zo. Ja, wat ik niet ga doen is zeggen, ik ga niet de deur dicht slaan of zo. We gaan sowieso praten. Allee, ik wil zeggen, ja, ja. er is geen reden om niet te praten. Je wilt de discussie ook echt aangaan, het gesprek echt aangaan. Ja, en ik denk, allez, wij zijn een impactonderneming. en uh, Wij zijn echt een impactonderneming. Dat wil zeggen dat wij en een sociale impactonderneming... Onze sociale doelstelling, in dit geval onze milieudoelstelling, is voor ons even belangrijk als ons rendement. Dat zijn dingen die samen gaan. Um, wij komen daarvoor uit, onze investeerders weten dat ook. Mm -hmm. En wij gaan ook alleen maar in zee met investeerders die, die dat onderschrijven. Anders komen we er trouwens financieel ook niet uit. Uh, dus wij doen niet aan winstmaximalisatie om de winstmaximalisatie, want, want dat gaat de kosten van onze sociale doelstelling. Um, en als impactonderneming is, is, het, is, het, is onze impact gewoon, dat, dat, dat staat op nummer één. Ja. En als het helpt, uh, want als, als morgen een aantal grote bedrijven die nu het probleem hebben gemaakt ons beginnen te imiteren, om ons wind uit de zeilen te nemen, dan ga ik super gelukkig zijn. Ja. Dus misschien zou dat zelf willen zeggen dat wij iets anders gaan moeten doen of dat wij moeten bijsturen ofzo. Maar het, het is niet uh, alleen, het voorbestaan van ons bedrijf is niet de hoofdbedoeling van ons bedrijf. We bestaan niet om te bestaan, we bestaan om die impact te maken. Ja, en alles wat dan helpt om die impact te krijgen, dat, dat, dat is goed. Dus in die zin hebben wij alleen, we, we hebben uiteraard concurrenten of zo, maar mensen die hetzelfde doen als wij, zijn onze bondgenoten in het, in het maken van die impact. Het gevaar dat ik wel een beetje vrees is dat er heel veel bedrijven momenteel zijn die op heel de klimaat. Ik ga het nu een hype noemen, vooral duidelijkheid, dat is het niet. Maar voor veel mensen en bedrijven is dat wel een opportuniteit om het als hype te beschouwen. En te zich dan schuldig bevinden aan uh, greenwashing-praktijken en dergelijke. Mm -hmm. um, hoe zie jij zoiets? Ja, het is zeker zo dat, uh, dat er veel greenwashing, van greenwashing bestaat al lang. Hè? Ja. Uh, er worden ook prijzen voor uitgereikt. Um, en inderdaad. Veel, veel grote bedrijven maken zich daar schuldig aan. Maar ik denk dat we, dat we de discussie van uh, het is greenwashing, dus, dus, we, dus we werken niet samen of dus we praten niet. Dat is wat, we denk, wat, we denk ik, wat er vanuit de milieubeweging of vanuit een bepaald stuk van milieubeweging al een tijdje gebeurt. En ik denk dat we moeten toegeven dat het resultaat is dat we, dat we er zo niet komen. Ja. Dus ik denk dat we... We moeten niet naïef zijn. We moeten greenwashing blijven benoemen als greenwashing. Um, maar we moeten daar ook de... de, de de voordelen van inzien, allez, elk, elk project dat uh, een experiment is om iets te doen, zelf al is greenwashing de eerste motivatie, kan wel inspirerend zijn of kan wel helpen om te tonen dat sommige dingen kunnen. En elke samenwerking, zelf al is het met iemand die greenwasht, is een samenwerking. Uh, een stap een goeie, in de goede richting. is een stap in de goede ja. richting en uh, geeft ons tenminste uh, de mogelijkheid om, 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 el om elkaar erop aan te spreken. Ja. In, in, in die lijst van, van bedrijven die mee dat ding hebben ondertekend van Science for My Future staan een paar grote bedrijven waarvan we allemaal weten dat dat heel grote vervuilers zijn. Ja. Maar ik denk van, oké, okay, wij staan nu samen op die lijst van, Ik weet niet wat ze naar mij gaan luisteren als ik, als ik ooit die mensen tegenkom, maar... Dat is toch goed? Ik kan hun vanaf nu, als ik ze tegenkom... Dat, ik kon dat vroeger niet. Ik kan hun nu zeggen, wij hebben dat samen ondertekend. Wat ga je do wat ja. gaat het doen? En in die zin vind ik dat, vind ik dat geen punt om... om uh, op dezelfde laatste staan als mensen die misschien wel soms eens greenwashen. In de zin van dat ik denk van... We gaan het samen moeten doen en op die, we zijn tenminste on speaking terms. Ja. En ik... Allee, ik ga proberen om te greenwashen en wij gaan dat met onze onderneming niet doen. En ik ga mijn mond niet houden als ik dat zie gebeuren, om te zeggen van, hé, hey, ja, ja. je bent niet eerlijk daarin, want je moet transparant communiceren. Je hebt gelijk. Maar, um, maar, we gaan dan, maar ik ga daarom niet de dialoog sluiten of zo. Nee, dat begrijp ik. Ja, je zegt van, van we zijn een, een impactbedrijf, we zijn een sociale onderneming. Um, je beseft dan ook waarschijnlijk dat je heel veel geluk hebt met, met de timing. Want je zegt van, het voorbestaan van een bedrijf is niet mijn hoofdzakelijke prioriteit. Maar je komt wel net met je bedrijven op de markt, net wanneer er zo een, een, een groot ja. raakvlak en draagvlak eigenlijk... Eh, ja, ja, ja. Is... Het, is, het is inderdaad... Allee, we hebben het al vaak gezegd de laatste maanden, van wat een beter... Zoiets zou je niet kunnen bedenken, allee, voor zover ja. dat je dat zou kunnen opzetten. Maar uh, als je zou zeggen, hoe kunnen we viraal, uh, viraal marketinggewijs iets, iets forceren? Ja, je zou, je zou het nooit kunnen bedenken om zoiets te doen. Nu... alleen ja... Ik ben persoonlijk met die dingen bezig van 2013. Hè. Ja. Toen zijn wij begonnen op ons festival, maar als een van de eerste festivals herbruikbare bekers te gebruiken en zo'n dingen, en te zeggen van dat kan toch zonder wegwerp en zo. Dus ik wil zeggen, voor mij is het, is het niet iets dat we nu rap rap gedaan hebben. Nee. We zijn er al lang mee bezig, maar ik ben super gelukkig dat, ja. dat het werk van nu, lange adem oplevert. Ja, 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 en dat we nu uh, dit doen en dat eigenlijk op alle gebieden, uh, op verschillende snelheden natuurlijk. Maar de overheid, de bedrijven, dat er, dat er heel veel mensen. De klik aan het maken zijn, want we gaan hier iets moeten doen. Hoe moeilijk is dat eigenlijk om een sociaal onderneming te zijn? Uh, wat zijn zo de, volgens jou de voor- en nadelen daarvan? Goh. Want meestal kijk ik hier startups over de vloer die een, een, een disruptieve technologie hebben en die daardoor mm -hmm. funding willen ophalen en, en impact willen maken, maar ook wel winst. Ja. Um, hoe zit dat bij jullie? Hoe, wat zijn de voor- en nadelen die je zelf nou. ervaart? Goh. Wij, ja, voor alle duidelijkheid, wij willen ook. Wij willen ook winst maken, ja, ja. Hè? wij willen winst maken omdat wij moeten groeien en, en, wij, moeten, allez, wij, en wij willen groeien omdat we impact willen maken. Dus we hebben, dus wij, ik, ik vind dat eigenlijk niet, ik ben de hele tijd bezig met, ik ben een sociaal onderneming, ik ben, ik ben een sociale onderneming, ja. ik, ik vind dit gewoon ondernemen op een manier die mij ligt of zo ja. um, en die voor mij qua gevoel klopt en ik kan in de spiegel blijven kijken. Um, maar dat is inderdaad niet zo, allez, niet zo makkelijk altijd in de zin dat, dat het uh, de focus houden op, um, allez, op de beide dingen en het evenwicht daarin houden is, is, is een uitdaging wel. Ja. Want een keer dat we een aantal dingen beginnen marcheren, je komt automatisch op punten en beslissingen dat je zegt, oh, hier zouden we eigenlijk uh, door in zo'n model te gaan of dit te doen of zo'n prijsmodel, zouden we kunnen meer winst maken. Maar dan hebben we tot nu toe nog altijd het reflex van, oké, okay, dat is waar, maar wat ga dat verhoogt de drempel, dus men, minder mensen gaan het doen, dus we gaan dat niet doen. Ja, dus echt trouw blijven aan die visie ja, die, uh, ja. die je voor ogen hebt. Ja, maar je... het voordeel, Allee, want ja, dat vroeg je ook. Het, vo... ja, Allee, ja. het voordeel is dan wel ook dat, dat, dat... Ik... Allee, we hebben het voordeel van de duidelijkheid, denk ik, of zo. Als je daar duidelijk ja. in bent. Ja, de positionering is wel heel helder. Uh, ja, en ik, ik, ja, en het... ik geloof dat, het, uh, dat we wij gaan niet zoveel zo geld moeten uitgeven aan marketing, denk ik. Omdat, ja. omdat ons verhaal is onze marketing. En dat verhaal is wat het is. En dat is geen bedacht verhaal. Allee, dat, dat verhaal... we moeten daar, Ja, we moeten daar echt niks bij uitvinden ja. of zo. Ja. En tot nu toe hebben wij, merken we ook... Van, we zijn natuurlijk nog maar begonnen. Maar uh, bij, bij, bij we hebben duizenden betrokkenheidscijfers bij posts en zo. We hebben nog geen euro-advertising uitgegeven. Enfin, ik zeg niet ik zeg dat we dat nooit gaan doen. Op een bepaald moment... We gaan dat wel bekijken, ja. zullen we dat wel, ik, ik, wil, ik wil dat ook niet uitsluiten. Maar we hebben eigenlijk uh, op een organische manier al heel veel, al heel veel bereik gehad, hè. Ja. Um, gewoon door het, door het verhaal, ook en, de timing, ja, in de ja, gehoord, ja, oh ja, Ja, en het valt nu het valt, het valt heel goed. Ja. Ja. Dus dat is, een, dat is een voordeel. En een ander voordeel is dat we qua funding. Um, uh, ja, mensen die op zoek zijn naar grote rendementen, ja, die vangen bij ons bot. want daar zijn we eerlijk in dat wij niet voor de, allee, de echt grote rendementen dat dat bij ons. Niet zal gaan, omdat wij als. Allez, wij sluiten geen grote rendementen uit, maar als die er zijn, gaan we die heel hard gebruiken om te groeien. En maar eventueel een klein stukje om aandeelhouders of om, om dividenden uit te keren, hè, om, om rendementen ja. aan, op kapitaal Zegt te die geven. Dat is impact. Um, maar net door te zeggen, van daarvoor doen we het, er, zijn wel, uh, bepaald, er is wel geld aanwezig in het systeem. Um, in, in, bij privépersonen, investeringsfondsen. Ja. Mensen zijn op zoek naar zoiets ook. En keren hè? jullie zelf loon uit of zeggen jullie van, zelfs dat moet niet? Want die, je, je zegt, ik heb jou eerder al gesproken en daarin zei je wel van, ik ga eerlijk zijn. Allez, ondernemen, wat is het nut van ondernemen als je er niet van, ook niet van kunt leven? Ja. Natuurlijk wel een boterham uh, ja. op, op tafel komen. Ja, ja, nee, nee, wij keren onszelf wel degelijk een, een, een vergoeding uit. Um, een bescheiden loon, allez, geen, ja. geen, geen dik loon. maar. Um, omdat ik, ik zou het ook niet duurzaam vinden om, om, nee. om te zeggen... Allez, het zou misschien even leuk lijken om te zeggen, ah, we gaan dat vrijwillig of naast ons ding doen. Enfin, het ding is, als we willen dat dit lukt, moeten we dat ernstig nemen. Moeten we daar met, 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 met de juiste mensen goed op werken. Moeten die daar tijd voor hebben en dus moet je die daar correct voor vergoeden. Ja. Um, en dat geldt voor ons evenzeer. Uh, als wij morgen allemaal uh, dat er bovenop moeten doen, naast een andere job. Uh, en, en allemaal binnen twee jaar of, of binnen twee maanden met een burn-out zitten, dan... Zijn we ook nergens, dan is onze impact ook mislukt. Dus ook daar, we proberen ook, maar dat, dat is zeker nog een van de grote uitdagingen, om in hoe we ondernemen en hoe we intern met elkaar en met, met de mensen, want we, zijn, ja. we staan nu voor de eerste aanwervingen en zo, um, hoe dat we, de, allee, we, we moeten daar ook consequent in zijn. Het zou ja. nodig zijn om naar buiten toe te zeggen: wij zijn een sociale onderneming en wij gaan voor duurzaamheid enzovoort, en dan intern onszelf en de, de mensen die voor ons werken een beetje af te jakkeren en, en uh, niet correct te behandelen, dat zou niet duurzaam zijn. Toen je daarnet zei, van um, ja, ik, ben, ik zelf, voor mij de timing zit goed nu, maar ik zelf ben er wel sinds 2013 mee bezig. Ik kan me voorstellen dat, net dat je ook op uh, steun van buitenaf moet rekenen, zeker bij de overheid en zo, het gaat soms sterren traag. Denk je, ben je soms niet bang dat die traagheid uh, jullie de kop kan kosten? Goh, dat is moeilijk te lezen eigenlijk, in de zin dat er, er zijn veel. Uh, er zijn, er zijn heel veel De overheid werkt op heel veel verschillende snelheden. Ja. Ja. En op zich, we hebben de overheid niet nodig, in de zin van, allez, ons plan is niet om uh, hele tijd uh, subsidies of innovatiesteun of zo'n dingen allez, dat zit, ons plan steunt niet op overheidssteun, wat niet wil zeggen dat wij geen overheidssteun zouden aanvaarden enfin, in, het, in het voortraject hebben we een stuk innovatiesteun uh, gebruikt van de overheid, um, ik denk dat we dat ook goed gebruikt hebben, want er is nu een nieuw bedrijf dus dat is alvast gelukt um, maar um, en ik sluit niet uit dat we nog in bepaalde fases voor dure ontwikkelingen of zo ook steun zouden vragen. Maar eigenlijk denk je dat het belangrijkste is dat de overheid de omkadering goed doet. En al het is toevallig of niet, maar uh, vrijdag is op de Vlaamse regering een, een nieuwe wet goedgekeurd die vanaf 2020 wegwerpverpakkingen op evenementen verbiedt. Plots ja. is dat daar. Dat is, ik ben er zelf een beetje verbaasd van dat dat er nu is. Uh, ik, allee, ik, we zijn daar al lang met een aantal mensen voor aan, aan het ijveren om dat, er, om dat te krijgen, omdat we vinden dat, de, dat dat de taak is van de overheid om een wetgevend kader uh, rond dat soort dingen te maken. En nu plots is dat daar. Allee plots, dat is al een jaar onderweg, maar ik had nooit gedacht dat het zo snel ging gaan. Dus Soms, ja, ja. soms in één keer gaat het snel. Ja, en de reden waarom het er nu zo snel is, zal ook niet toevallig zijn en zal ook geïnspireerd zijn door. Weet ik welke omstandigheden en, en uh, willen scoren of... Het er niet toe, het is er. En dat is het ja. belangrijkste. In het begin van de aflevering zei je dat je in een verleden... Je hebt twintig jaar een café... Uh, 18 jaar een 18 jaar café, ja. café gehad. Dus, uh, je hebt wel ervaring met ondernemerschap. Je kent klappen van, van zweep, uh -huh. maar um, nu is het toch iets helemaal anders. Welke lessen als zelfstandig ondernemer dan, uh, of op welke manier ben jij jezelf tegengekomen onderweg van toen, maar eigenlijk vooral nu, uh, wat je met de leiding aan het proberen ja. bent? Goh, maar ik denk dat de, de klassieker is, denk ik toch, als ik denk aan de vroege jaren toen ik als zelfstandige startte, ja, je doet dat hopelijk omdat je dat graag doet. Je doet iets waar je achter staat en waar je met hart en ziel in gelooft. En dus het... het, 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 het uh, het typische gevaar is uiteraard dat je, dat je in het rood gaat. Hè. Ja. Dat, dat, dat heb ik zeker, uh, zeker gedaan vroeger. Ja. Uh, maar ik spreek dus echt over een... gelukkige hele tijd geleden. Dat is zeker gebeurd. En dat is denk ik de, de valkuil nummer één voor jonge ondernemers. Ja. Enfin, ik ben nu 47, dus ik ben meer zo jong. Um, en ik heb mezelf ook beloofd, nadat dat is gebeurd, van ik ga dat nooit meer doen. Ik ga wel blijven dingen doen die ik wil doen. Ik wil ervoor gaan. Ik wil er heel hard voor gaan, maar ja. ik ga... Ik ga mijn eigen gezondheid niet op het spel zetten als het niet. Allee, voor... Het is ook maar een onderneming. Ja, dat ja. Um... Ja, je hebt niet zoiets van: ik werk 24 op 7, nee, nee, um... nee. Ik slaap drie uur en meer heb ik niet nodig. Nee, dat nee. is niet jouw manier van. Je nee. uh... ja, niet jouw modus operandi. Nee, ik geloof ook niet in mensen die maar drie uur slapen. Ik, er zijn honderd voorbeelden van dat die dikwijls niet zo goed functioneren. Maar, uh, um, en onze politici zijn daar het beste voorbeeld van. Die ja. slapen allemaal te weinig en die nemen dikwijls uh, slordige beslissingen. Ja. Um, maar um, ik denk ook, nu ja, er zijn fases. Hè. Ik bedoel, als je twintig bent, misschien moet je dat ook... er is ook niks verkeerd met als je twintig jaar bent en, en, en gestart om, om, om er even heel hard voor te gaan ja, of zo. Ja, ja. Dat is ook niet erg. Um, ik denk alleen dat het goed is om, om te weten om dat, dat je dat niet kan blijven doen. Nee, dat is waar. Um, dat je dat niet kan blijven doen en dat dat iets is wat je gewoon uh, om het vol te houden en om, om, om de juiste beslissingen te nemen zo kunt doen. Um, en momenteel is eigenlijk de grootste uitdaging, ja, het, het blijft een uitdaging om uh, grenzen te stellen omdat je voelt, de fase waar we nu in zitten is super boeiend omdat er van alles gebeurt en het ga, krijg je krijgt heel goede reacties en het is zo, we worden overvraagd op heel veel gebieden dus, dus, het geeft wel een, alle, dus het gevaar om terug in het rood te gaan is er, dus dat is een permanent ding. En daarnaast is de grote uitdaging, als dat dan lukt om het in de hand te houden, is de tweede uitdaging van, ja, is keuzes maken. Ja. En dat is echt moeilijk, omdat er, uh, uh, we krijgen elke week wel een nieuwe vraag om iets te doen of kunnen jullie, of, of, of kunnen jullie dat doen of dat leveren. Of, hebben jullie daar al over nagedacht? Die, uh, allee, die, en die was heel relevante dingen. Hè? Wij yeah. zijn nu bezig met evenementen en horeca. Als je begint na te denken van ah, ja, waar wordt er nog water en wegwerpverpakkingen, sportevenementen, de 20 kilometer van Brussel en marathons en zo'n dingen en scholen en uh, voetbalclubs en, allee, en hotels en broodjeszaken. En, allee, ja, ja, ja. en voordat je het weet ben je op dertien verkoopkanalen aan het werken en doe je niks nog goed. Nee, nee, dat en is dat, is, goed. Dat, is, dat is nu echt de grote uitdaging. Los van het feit dat we dat natuurlijk allemaal willen doen, want we willen de wereld veranderen. Dus we, we, gaan dat moeten, we, gaan moeten, of we moeten nadenken, hoe kunnen we dat opschalen en, en uh, niet alleen opschalen binnen de kanalen die we doen, maar ook naar andere kanalen. Maar we moeten natuurlijk dat goed doen. En dat is de grote uitdaging. En ja. wat zijn jullie next steps nu? Um, goh, we zijn eigenlijk momenteel een groot stuk van het plan dat we hadden um, voor de eerste drie jaar is eigenlijk nu bijna klaar. Veel sneller dan voorzien. Dus eigenlijk is ons, uh, onze eerste volgende stap concreet. Is eigenlijk, we zijn eigenlijk aan een, ops aan een eerste opschaal uh, ja. stap bezig. En ook de financiering daarvan. Uh, en dat is veel sneller dan voorzien. Dus dat is ook wel even alles tegelijk. Want allee, we zijn dan met onze eerste aanwervingen bezig. Ja. Um, en een financiering voor een opschaling, omdat we gemerkt hebben dat een aantal dingen die we aan toen zijn makkelijker gaan dan we dachten. En dat we denken genoeg parameters te hebben om te weten. Um, allee, om een punt te maken, van zo, om te gaan kwantificeren, zo kunnen we dat opschalen. En dat we dus uh, ja, genoeg in handen hebben om cent te zoeken om, die, om, om een snelle opschaling van, van een aantal activiteiten te gaan doen. Dus toch veel dingen tegelijk, dus toch misschien af en toe drie uur slaap. <laughs> ja, maar drie uur drie is wel heel weinig, ja. nee. Um, ja, maar ik probeer, de, ja, de kunst is, of de, de, de poging om dat allemaal inderdaad, ook al is alles tegelijk, om... om Time management. Om stap, stap ja. voor stapje inderdaad uh, te gaan nemen en proberen genoeg tijd te steken, gelijk, in die aanwervingen die we nu aan het doen zijn, om snel de juiste mensen te vinden zodanig dat een aantal dingen van mijn bord kunnen. Ja. Uh, en dat ik kan bezig blijven met, uh, met vooruit te kijken. Want we, nu, we zitten nu, in, ik denk dat dat ook heel typisch is, met de vier oprichters. We zijn ongeveer alles zelf aan het doen. We zijn onze eigen secretaris, onze eigen sales manager en onze eigen alles. Ja. En dus ja, de orde van de dag dreigt ons natuurlijk te overspoelen zodanig ja. dat we. Maar dat is goed dat je tijdig geleerd. Ja, ja, ja. Oh ja ik, ik, het is ook nooit ons plan geweest om voor het nodig was. Allez, we zijn niet het type ondernemer die zegt van we gaan hier vanaf punt uh, nul acht mensen aannemen. Ja, ja. Wat, dat, dat, dat is voor sommige dingen een valabele piste, denk ik. Ja. Um, om zo te starten, maar we zijn eerder het voorzichtige type. Of, allez, ik denk dat je alleen moet aanwerven als het, echt, als het pijn doet, hè? Zoals, ja. zoals nu. Want ja. dit moet nu echt. Dit doet ja. het pijn. Ja. Laatste vraag. Je zei er straks van, um, het is een gezamenlijke inspanning. Hoop je dan ook uh, boegbeelden zoals Annula de Wever um, als ambassadeur aan boord te krijgen? Of ben je daar eigenlijk allemaal niet mee bezig? God, we zijn niet specifiek bezig om, om, uh, om um, um, personen of BV's, of, of wat dan ook, nu aan boord te krijgen. Ik, dat, ik sluit niet uit dat, we, dat dat in een bepaalde fase een, een goed idee is om te doen. Maar eigenlijk op dit moment zijn we heel blij met onze tien festivals als ambassadeur. Ja, ja. Wij kunnen, als wij nu in een horecazaak ons ding gaan verkopen, kunnen wij zeggen dat wij een bedrijf zijn die mee is opgericht of mee uh, gefund is in de eerste fase door, door festivals, festivals. Door, door Dranouter, door, door Tomorrowland, door allez, een aantal kleine maar ook zeer grote festivals. En dat, dat, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk ambassadeurschap voor ons, die, die ook wel zijn effect niet mist en die ook een terecht ambassadeurschap is. Want uh, wat we technisch hebben verwezenlijk op die festivals, is veel moeilijker dan dat, dat, dat wat je moet doen in een horecazaak. Dus het geeft ons ook de credibiliteit van als die gasten dat daar hebben gekund, zal dat in een horecazaak ook wel gaan. Oké. Okay. Ja. Kijk, en mijn glas water is leeg. Uh, en bij deze kan ik weer een nieuwe TechMike-aflevering uh, afronden. Um, indien je nog een vraag voor Jeroen over dit uh, boeiende en actuele topic, uh, laat staan zeker achter in de comments. Uh, geef een like als je de video interessant vond. En su subscribe als je geen enkele middelen missen. Het wordt tijd om een glas water te drinken. Bedankt hiervoor om hier aanwezig te zijn. Graag gedaan.